matchfixing. Een term die je vast al vaker hebt gehoord. In Nederland heeft matchfixing de laatste jaren namelijk veel meer aandacht gekregen. En terecht, want matchfixing vormt een grote bedreiging voor de sportwereld. In deze video gaan we er daarom dieper op in. Wat is matchfixing precies? Welke vormen zijn er? Wat zijn de gevolgen van matchfixing? En wat kan jij doen als sporter zodra je een vermoeden hebt of wordt benaderd om een wedstrijd te manipuleren? Eerste definitie. Er is sprake van matchfixing als het verloop of de uitslag van een sportwedstrijd door bijvoorbeeld een sporter, coach, scheidsrechter of clubeigenaar op een oneigenlijke manier, oftewel niet volgens de regels, wordt beïnvloed om daar voordeel uit te halen. Voor zichzelf of voor anderen. Dat kan op twee manieren. Gokgerelateerde matchfixing of sportgerelateerde matchfixing. Bij gokgerelateerde matchfixing wordt een speler betaald door een ander, de fixer, om de wedstrijd te beïnvloeden. De fixer zet vervolgens geld in op de gokmarkt en verdient hieraan. Of een speler, bet op zijn of haar eigen wedstrijd, beïnvloedt deze door bijvoorbeeld expres te verliezen en verdient daar geld mee. Gokken op je eigen wedstrijd is overigens iets anders dan wedden op de wedstrijd van een sportgenoot. Wedden op je eigen sport is weliswaar geen matchfixing, maar ook dat mag niet. Bij sportgerelateerde matchfixing is matchfixing niet gelinkt aan gokken, maar aan het behalen van een sportief resultaat. Twee teams of spelers sluiten bijvoorbeeld een akkoord over een uitslag voor een promotie of kwalificatie voor een toernooi. Overigens kunnen deze mooie resultaten zelf natuurlijk ook weer geld opleveren door bijvoorbeeld sponsoring of bonussen. Matchfixing is schadelijk voor de sporter en voor de omgeving van de sporter. Een fixer houdt zich namelijk ook vaak bezig met andere criminele zaken. Wees ervan bewust dat fixers op heel slinkse wijze kunnen doen alsof ze jouw vriend zijn. Bijvoorbeeld door te zeggen dat ze je willen helpen met het oplossen van schulden. Door vervolgens mee te werken aan matchfixing kan je te maken krijgen met chantage, omkoping, bedreiging, geweld en zelfs in het criminele circuit terechtkomen. Familie en vrienden blijven daarbij ook niet altijd buitenschot. Besef dus dat matchfixing jouw eigen veiligheid en die van naasten kan bedreigen. Matchfixing is niet alleen schadelijk voor jou en jouw omgeving, het is schadelijk voor de hele sport. Als een wedstrijd wordt gefixt, is een eerlijk verloop van de gehele competitie of het toernooi niet meer mogelijk. Bovendien tast matchfixing de geloofwaardigheid van de hele sport aan. Van fair play is namelijk geen sprake meer. Dit kan dus betekenen dat sponsoren afhaken en het publiek interesse verliest. Tot slot, matchfixing is ook strafbaar en kan het einde van je sportcarrière betekenen. Als je een wedstrijd beïnvloedt en dat komt aan het licht, dan kan je een tuchtrechtelijke en strafrechtelijke straf krijgen. Zo'n straf kan een hoge boete zijn, een schorsing of zelfs betekenen dat je nooit meer jouw sport mag uitoefenen. Ook niet als trainer, coach of een andere functie binnen de sport. Zorg dus dat je nooit in de wereld van matchfixing terechtkomt. Als je wordt benaderd om een wedstrijd te beïnvloeden, bijvoorbeeld via social media of een envelop onder je hotelkamerdeur, of je bent betrokken bij matchfixing, praat erover, voordat het erger wordt. Hoe je dat doet, dat leggen we je uit. Neem contact op met jouw sportbond. Mocht je geen contact op willen of durven nemen met jouw sportbond, neem dan contact op met het Centrum Veilige Sport Nederland. Bij Centrum Veilige Sport Nederland kun je altijd terecht voor een luisterend oor. Je mag hier alles delen waar jij je zorgen over maakt. Ze kunnen je ook helpen in gesprek te gaan met je sportbond of je op een veilige manier in contact brengen met de politie. Het centrum is dagelijks te benaderen via telefoon en e-mail. Wil je een anoniem bereiken, dan kan dat via de versleutelde chat SpeakUp. Kijk op centrumveiligesport.nl voor meer informatie.